Daddy Smalls is... What up, Skittles? Phil Komotsi. Ja man, Daddy Smalls is wat dat hij heeft gezegd, man. Voordat we zelf met deze video beginnen, wil ik jullie eventjes zeggen dat ik super blij ben met de abonnees die ik nu heb. We hebben er 900, denk ik. Ik ben zelf niet eens zeker, maar ik wil jullie gewoon bedanken voor de abonnees en de likes en de subscribes en de whatever. Geniet van deze video, want dit is eens helemaal iets anders. Kijk! Hey guys, it's your boy Daddy Smalls. We zijn vandaag in de stad Gent. King of Gent, Daddy Smalls, that's me. Vandaag ga ik geen straatinterview doen. Dit is geen straatinterview. Maar we gaan gewoon mensen vragen over Daddy Smalls. Yo, guys. Daddy Smalls is... What up, Skittles? Phil Komotsi. Ja man, Daddy Smalls is wat dat hij heeft gezegd, man. Kom, we gaan verder op zoek naar andere mensen. Daddy Smalls is. Ja man. Daddy Smalls is. Een rapper. Hey, stuur me een DM. DM. Instagram. Daddy Smalls. Dus is je boy Daddy Smalls. We zijn vandaag in de stad en we gaan vandaag gewoon een beetje mensen vragen wie dat Daddy Smalls is. Het is vandaag gewoon een heel andere video. Niet meer die storytimes. Niet meer die oerzaaie vlog. Maar vandaag gaan we gewoon freestylen over de straten. Mevrouw. Daddy Smalls is? I speak English. Oké, okay, who is Daddy Smalls? Daddy Smalls. Yeah, Daddy Smalls. I don't know. You don't know him? No. You're looking at him. Oh. And I'm cute, right? Yeah, you are. Hey. Instagram, Daddy Smalls. Follow me on Instagram, Daddy Smalls. @ Daddy Smalls. Daddy Smalls on Instagram. Daddy Smalls on Instagram. Daddy Smalls on Instagram. Hey, kijk, we fixen die chicks. Ook in het Engels, soms Frans, soms Duits. Alles, man. Alles wat jullie gewoon nodig hebben, ik doe dit, man. Wat? Mevrouw. Straks kom ik ook bij u enquête, maar eerst... Daddy Smalls is... Eerste enquête. Daddy Smalls is... Small. Daddy Smalls is... Small, oké. Daddy Smalls is small. Ja, oké, ik luister. Oké, kijk... Ik ga het kort houden. Hè. We organiseren een kamp voor kansarme kinderen. Oké. Dat is deze zomer. Mijn broeders, de kansarme kinderen, mijn broeders. Rode Kruis. Rood, geen geel. Dus, ik vraag aan u, persoonlijk. Persoonlijk. Of dat je misschien zou willen meehelpen om die kinderen te steunen en om die op kamp te kunnen sturen. Bro, ik ben er, man. Derde wereld noemen ze dat. Wat? Afrika. Wat derde wereld. Ik ben 16 jaar nu. Bijna, ik word bijna 16 jaar. Damn. Ik ben veel te jong. Ja, echt fucking jammer. Ik weet, ik zie er cute uit, maar nee, ik ben 19 jaar. Ik ben 19 jaar. 19 is ik ben... ook te jong. Ja, snap je? Hey, veel te jong. Hey, we gaan ondertussen verder, man. We gaan niet te veel letten op afleidingen. We zoeken ondertussen verder naar een nieuwe prooi. Iemand. Daddy Smalls is. Sorry, we are friends. Hey, no problem, man. Daddy Smalls is. What? Daddy Smalls is. What does it mean? Daddy Smalls is. Who is Daddy Smalls? I don't know. So. Who is Daddy Smalls? We don't know, so. No, you don't know. Tu parles aussi français? Oui. Moi je parle français. Je suis de ici, Gand. Daddy Smalls est. Ah ben ça on sait pas. Toujours la même réponse. Ok, pas de problème. Au revoir. Désolé. Ciao. Hey Frans, Engels, Nederlands, alles man, ik scheur het. Zelf in het Duits man, we zijn er. Hey, hallo. Bonjour. Tu parles Nederlandais? Nee, no Nederlandais? No Nederlandais? Hey, Daddy Smalls is. Daddy Smalls is. Yes. Daddy Smalls, yes. Yeah. Yes. Daddy Smalls, yes. Kom. Het is nog altijd niet over. Guys. Vandaag is de dag dat ik geschiedenis schrijf. We gaan naar 11:55. Niet om te drinken, niet om uit te gaan, maar om mensen vragen te stellen. Ik zie mensen en ik zie een groepje jongeren. Top hè. Guys. Daddy Smalls is. Wat? Daddy Smalls is. Beroemd. Weet ik veel. Oh, hey, that's what's up. Daddy Smalls is. Beroemd. Daddy Smalls is. Dat weet ik niet, ik ken hem niet. Kennen jullie hem niet? Jullie zijn naar hem aan het kijken.
Nee, Daddy Smalls. Ben jij dat? Ja, ik ben Daddy Smalls. Ah, je bent van Nederland. Ja. Hey, nice. Leer me een beetje van jullie accent, alstublieft. Van ons accent? Welk? Hey, thanks man, thanks. Hey, fuck deze shit man, we gaan niet te veel lachen met de mensen man. Yo, 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 Daddy Smalls is. Nee, nee, niemand. Yo, get er iemand! Daddy Smalls! Yo, Daddy Smalls, iemand! Nee, kijk, ze kennen Daddy Smalls niet. Jammer, ik ben hier in mijn eigen stad, niemand kent mij. Ik ga heel eerlijk met jullie blijven, op dit moment dacht ik gewoon, oké, fuck it, ik ga gewoon rustig naar huis gaan, maar nee, jullie dachten zeker dat deze video was afgelopen. Nee, jullie zitten gewoon fout. Deze video gaat nog altijd verder en shout-out naar mijn boys uit Metropool, shout-out naar Riza en Emre, want hier komt het. Savi, ja, momenteel zijn we bij de beste pita van heel Nieuw-Gent. En jongens, even een vraagje. Wat vinden jullie van Metropool? Beste pita in de wereld. Beste pita in de wereld. Maar zij ook al naar een ander land pita, weet je? Ja, er is eentje naast mij, eentje Leedweg. Ja. Maar die is als lekkerste. En zijn je ooit een keer bijvoorbeeld in Turkije of in Marokko ergens pita weet gaan eten? Ja, ik vind dit wat lekkerste. Zeker? Ja, zeker. Oké, dat is mooi om te horen. En hé, wat vind jij van Metropool? Hetzelfde. Ja. Maar dat is geen... Ik wil echt een uitgebreide antwoord. Zo lekker. Lekker. Zo sappig. Wacht. Als je dat chapt, hè, dan er komt zo lekker veel saus. Welke saus? Hoe ziet die saus eruit? Ketchup. Hé, wat bro? Pakken. Alles goed? Salut. Ciao, gasten. En wat vonden van u eten? Ja, goed. Op 10. Hoeveel? 9,5. Daar nemen we genoegen mee. Ik geef het 10 keer. 10. Top. En meneer, wat vond u van uw eten, van uw maaltijd? Vandaag was het niet. Nee, niet. Deze moet uitgeknipt worden. Dit moet uitgeknipt worden. Oké. Het gaat niet altijd goed zijn, dat klopt, dat is waar. Dat is uw volste recht. Ik heb liever eerlijke klanten. En eerlijke mensen, dan kunnen we werken aan iets beter. Klopt of niet? Out here with my niggas in the city again. That's what I represent. Spend the whole day blocking niggas who smoking can. All my young boys done playing. I never even thought a second note by graduating.